Mijn nieuwe boek is er, Jalfin en de magie van de Wold. En oh, ik ben er zo blij mee. Het voelt altijd zo fijn om een eigen werk als fysiek boek beter mogen houden. Het ruikt ook naar boek. Het voelt gewoon fijn om doorheen te bladeren. Het voelt ook fijn in die rugdikte. Want moet je kijken, hij is 2 keer zo dik geworden als het eerste boek. En daar valt ook zoveel te vertellen. Deze 2 boeken vormen straks uiteindelijk een trilogie. En zij vertellen over de begintijd van de wereld van Dizui. In de andere boeken van Dizui, die spelen zich af zo'n 3333 jaar later. Maar Jalfin vertellen echt over die begintijd, over het ontstaan van die labyrinthwereld. Dus hierin worden echt een aantal hele interessante dingen onthuld. Waar gaat het boek over? Het begint met het eerste boek, Jalfin en het Rijm van de Wold. Jalfin is een jonge straatverteller in de havenstad van Nelpoort. En hij verdient daar de kost dus met het vertellen van verhalen. En hij heeft namelijk een gave. Jalfin is namelijk in staat om de verbeeldingskracht van mensen waar te nemen. Dat hangt als een soort aura om hun heen. Waardoor de verhalen die hij vertelt, die komen allemaal heel erg goed bij mensen aan. Op een gegeven moment komt hij in contact dus met dat rijm van de Wold. Dat zijn magische woorden. En eigenlijk weet hij niet zo goed wat hij daarmee moet. Behalve dan dat er allemaal duistere figuren achter hem aan zitten. In het tweede boek gaat Jalfin op zoek naar een magier die hem daarbij kan helpen. Zijn reis brengt hem door de duistere wouden en daar zitten allemaal enge figuren achter hem aan, want die willen uiteraard ook dat rijm bezitten. Die magische woorden, waaronder... Nee, dat vertel ik niet. Het is een tweede boek in een trilogie, dus dat maakt het altijd heel erg ingewikkeld om te schrijven. Het hangt er zo tussenin. Ik kan je zeggen, het voelde een beetje tijdens het schrijven als The Empire Strikes Back. Dus Star Wars en Return of the Jedi. En het is een mooi afgerond verhaal. Maar dit boek, en dat heb ik zelf nog nooit geschreven, omdat alle andere boeken van Dizui, dat zijn gewoon mooie afgeronde verhalen. Maar deze niet, omdat deze gewoon een lekker open einde heeft. Gewoon lekker een cliffhanger. En dat heb ik nog nooit geschreven en dat voelt eigenlijk wel heel erg goed. Het is een cliffhanger die je niet teleurstelt. Dus het smaakt naar meer. Maar het is niet zo dat dit verhaal dan niet is afgerond. Want dat is dus wel zo. De reis van Jalfin heeft een kop en een staart. En ja, het is echt een heel gaaf, super spannend, mooi boek geworden. Hij is vanaf nu verkrijgbaar in mijn webshop www.dizzery.nl. Als je hem daar bestelt, krijg je er allemaal leuke goodies bij. Zoals uiteraard een handtekening in het boek en een aantal gratis dingetjes. En uiteraard is het boek ook te verkrijgen in de gewone webshops. Maar daar krijg je gewoon het boek. Dus aan jou de keus. Of je bestelt hem op mijn website met leuke gratis goodies. www.dizzery.nl. Hij ligt voor je klaar.